Zowel Almere City als Rode SC behoren tot de koplopers na de eerste speelronde. Waarbij vooral de overwinning van Roda toch knap was tegen de kampioen van de keukenkampioendivisie. Jong Ajax 2-1 vorige week. Maar de eerste kans is toch voor de thuisploeg via de jonge Griek James F. Porfidis. Die vandaag voor het eerst in de basis staat. Zijn eerste minuten maakte ook in het eerste van Almere City. Hier wordt het middenveld weer aangepakt. Roda krijgt geen kans om op te bouwen. Blackson aan de linkerkant. Steekballetje en dan is dit geen overtreding, wordt er gezegd, van Richard Jensen. Het is dan toch een actie waarbij Jensen in ieder geval heel veel risico neemt. En dat risico mag hij eigenlijk niet nemen. Hij heeft geluk dat scheidsrechter van de Kerkhof de bal hier niet op de stip legt. Opnieuw Almere City. Dat de corner krijgt na de actie van Jurie Loem. Ruim een half uur gespeeld. Roda nog niet in de buurt geweest van het doel van Platel. En Almere City krijgt wel kansjes, zoals hier. Maar niet echt hele grote mogelijkheden. En dus nog altijd 0-0. Loem en Vossenbelt. Die weten elkaar al aardig te vinden hoor. Vossenbelt ziet daar de ruimte aan de rechterkant. Dan komt die bal weer bij Efformidis. En is daar de redding van Platel. Hij speelt uitstekend bij zijn debuut. De volgende aanval. Veel voorzetten van de flanken. Die leiden tot gevaar zoals hier. Vossenbelt kan aardig koppen. Maar in dit geval is dat dan toch weer de redding. Michele Sansoni, de Italiaanse coach van Almere City, weet dat zijn ploeg goed voetbalt. Alleen zijn ploeg vergeet zichzelf te belonen. F. Morfidis, goede opening. Op Loen, kappen, draaien, schieten. Ja, dan is dit toch nog wel redelijk ver naast de inzet van Jurie Loen. Vorig seizoen eindigde het hier dus in die play-offs 0-0, maar sloeg Almere City in Kerkrade toe. En daarmee Roda in de keukenkampioendivisie. Maar hier krijgt de ploeg van Molenaar zo waar een kans en die wordt meteen benut. Het is Mario Engels die scoort. Uitgerekend de man die ook twee keer scoorde tegen Jong Ajax vorige week. De Duitser wordt hier op tijd gelanceerd. Simpele voetbeweging met rechts en dan is het 1-0 voor Molenaar. Duimpjes omhoog, ja dat is logisch. Op daar mag Robert Molenaar bijzonder tevreden mee zijn. Dit mag je maximaal noemen. Niet in de buurt van het doel komen, toch 1-0 voorstaan. En daar is bijna meteen het antwoord weer van F. Morfidis. Zo is dit een goede wedstrijd van Almere, maar ook een frustrerende wedstrijd voor Almere. 1-0 achter. Wat meer tempo worden gemaakt. Wordt ook gewisseld. Kip komt in de ploeg en daar is de 1-1. André had het al kan. Goeie bal met rechts. No-look balletje van Ricardo Kip. En Kalkan plaatst die bal met rechts in de verre hoek. Voorbij doelman Tom Muiters. En dan mag je dat gerechtigheid noemen. Kip weer naar links. Voorzet. Bal aangeraakt. Is dit geen hens? De chauffeur kopt de bal. De aanvoerder van Almere City, die man die ook de afgelopen twee seizoenen promoveerde naar de Eredivisie met VVV en de Graafschap. Iedere keer na die promotie vertrok. Van Vels aan de andere kant. Dit is een lompe overtreding. Van Vels wordt in de rug gelopen door een chauffeur. Die krijgt geel. Maar dan staat natuurlijk ook die vrije trap nog open. 3 minuten minder voor tijd. Engels achter de bal. En het is niet te geloven. Hij doet het opnieuw. Super Mario. Mario Engels. Ook dit kan hij. Viel hij op vorig seizoen? Nee. Valt hij dit seizoen op? Ja. Want hij scoort alle 4 doelpunten voor Rode SC dit seizoen. En zorgt er ook voor dat Roda nu op een 2-1 voorsprong komt. 2 keer scoren dus tegen Jong Ajax. En nu 2 keer scoren tegen Almere City. Thuisploeg zet nog 1 keer aan in extra tijd. Oh, dit is een overtreding lijkt mij op Kip. Dit lijkt me een overtreding van Verburg. De invallen, maar het spel gaat door. En opnieuw geeft Van der Kerkhof geen strafschop aan de thuisploeg. Komt er dan alsnog een kans? Het zou zomaar kunnen, maar deze bal gaat over van Anach. En dan wordt er geprotesteerd bij de scheidsrechter. Want hier is toch wel degelijk contact. Maar Van der Kerkhof staat er bovenop en geeft geen strafschop. En Roda komt dus goed weg. Maar het wint wel voor de tweede keer op rij.